Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Aangenomen begroting cruciaal voor beleid en verkiezingen. President erkent recht op betere voorzieningen voor mensen met een beperking. En Internationale Douaneweek succesvol afgesloten. De begroting voor het dienstjaar 2024 is met 28 stemmen voor en 12 tegen door de Nationale Assemblée aangenomen. President Santokki zegt dat het regeerbudget de regering in staat moet stellen om door te gaan met beleid. Daarnaast is het van belang voor een goede voorbereiding van de verkiezingen. Het staatshoofd sprak van een constructieve houding van het parlement. Wij brengen u het volgende fragment van de parlementsvergadering op donderdag 25 januari 2024. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ik heb geluisterd ook met mijn regering naar de opmerking gemaakt door uw college in de derde ronde. En wij kunnen ons terugvinden in de opmerking dat wij kamerbreed in feite deze begroting moeten goedkeuren. Moeten ons in staat stellen om door te gaan met beleid. Moeten ons in staat stellen goede voorbereiding te hebben van de verkiezingen. Er zijn zaken die niks te maken hebben met oppositie-coalitie. Dat willen we samen. Dus ook vanuit deze plaats gaan we ervan uit dat ook deze begroting kamerbreed goedgekeurd zal worden. En ik wil vanuit deze plaats alvast alle leden bedanken voor een constructieve bijdrage. De voorzitter, dank u wel. Goed, dank u wel. Dan sluit ik de derde ronde af voor de regering. En dan gaan we over tot de stemming. Wet van houdende vaststelling van staatsbegroting voor van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2024. Wet staatsbegroting 2024. Stemmotivering van fractieleider Parmisser. Twee minuten. Voorzitter, gelet op de verkeerde prioriteringen met betrekking tot de beleidsprogramma's, de vele corruptieschandalen die met de mantel der liefde worden bedekt, de non-transparante aanbestedingen waarbij steeds aan de hoogste bieder wordt gegund en de schaarse overheidsmiddelen verkwanseld worden, het falend veiligheidsbeleid die steeds meer angst inboezemt, het ongunstig ondernemersklimaat dat met deze begroting niet wordt verbeterd. De stijgende armoede en lastenverzwarende maatregelen die ook in 2024 zwaar zullen drukken op de kwaliteit van het leven van onze medeburgers. Dan kunnen wij niet anders van de NDP-fractie niet meegaan met deze begroting en roepen we het parlement op om tegen deze begroting te stemmen. Dank u. Dank u wel, fractieleider. Nee, we zijn bij de stemming. Let Gardin, stemmotivering. Ja, voorzitter, we roepen het parlement op om mee te gaan met deze begroting, zoals voorgesteld met de wijzigingen. Voorzitter, zoals uiteengezet door de regering, is er aangegeven dat die samenleving ontzettend veel opofferingen heeft gebracht in de afgelopen 3 jaren. Dat in deze begroting meer dan 20,5 miljard aan sociale ondersteuning wordt gegeven, zodat dat ook teruggegeven wordt aan die samenleving. In de begrotingen is bijna 1/3 aan programma's opgenomen waarbij er ondersteuning en verlichting in die samenleving zal komen met het uitvoeren van het programma, voorzitter. Voorzitter, in deze begroting is ook opgenomen dat we economische groei kunnen bewerkstelligen, voorzitter. In deze begroting is ook opgenomen de schuldenlast die gelaten is op die samenleving, op die natie,
om daar te voldoen, voorzitter. Voorzitter, er is rekening gehouden om criminaliteitsbestrijding, onderwijsgarantie, om huisvestingbeleid, voorzitter. Al met al, voorzitter, denk ik dat we het parlement oproepen om mee te gaan met deze begroting, omdat wij hier zijn voor het volk en die volk snakt naar verlichting. En daarom zullen we vragen aan ieder, ook aan de oeverzijde, ondanks te twijfelen, om mee te gaan met de begroting. Dank u wel. Nee, ik kan niet. Artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Acte 20 voor. Wie is tegen? 12 tegen. Het betekent dat deze begroting met 28 voor en 12 tegen is aangenomen. Ja. President, u vraagt het woord. President, u heeft het woord. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we hebben net gekeken naar de stemming en we zijn bijzonder verheugd als regering dat uw parlement deze begroting voor het jaar 2024 heeft goedgekeurd. We hebben ook gekeken naar het stemgedrag aan de zijde van de coalitie en aan de zijde van de oppositie. Meneer voorzitter, het enige wat ik als president namens de regering kan zeggen, we nemen alle aspecten mee. Zowel van de coalitie als van de oppositie. Het zijn zaken die we nodig hebben om ons beleid goed uit te voeren. En ik wil namens de regering mijn dank en waardering uitbrengen aan uw geacht college voor de constructieve houding, voor de verschillende vragen. Door middel van uw vragen heeft u de gemeenschap bewust gemaakt en ik heb het gevoel dat u op een waardige wijze de stem van het volk hier heeft vertolkt in uw geacht college. En ook aan uw adres, meneer voorzitter, en vicevoorzitter en andere voorzitters, wil ik bedanken voor uw leiderschap namens de regering. Zeer veel dank en zoals gebruikelijk wil ik het totale parlement uitnodigen, vicepresident en de regering, om op het kabinet in het perscentrum aanwezig te zijn, om even nog deze vergadering te evalueren. Meneer voorzitter, en iedereen is uitgenodigd. Ja. President Chandrika Prasad Santokhi erkent het recht op betere voorzieningen voor de mens met een beperking. Het staatshoofd heeft op donderdag 25 januari een onderhoud gehad met de stichting Wang Okasi, de belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Stichtingsvoorzitter Anil Kunj Bihari heeft daarbij de noden van de doelgroep onder de aandacht van het staatshoofd gebracht. Hij kan zich terugvinden in de zienswijze van de president en toonde zich tevreden met de ontmoeting. De reden is geweest omdat wij een protestactie hadden gehouden op 22 januari, jongstleden. Er was een behoorlijk veel ontevredenheid nog steeds, omdat bijvoorbeeld de financiële uitkering laat uitbetaald wordt. Ook de koopkrachtversterking die wordt laat uitbetaald. Dat is de aanleiding, maar daarvoor waren ook al wat actiepunten op papier gezet door de presidentiële werkgroep Brede Welzijn voor mensen met een beperking. En dat ligt bijna al meer dan een jaar op tafel van de president. We hadden ook een petitie overhandigd op 8 december 2022. Ook daar is er niets aan gedaan. En in feite, doordat de financiële uitkering laat uit werd betaald, is het eigenlijk gaan bossen, om het zo te zeggen. Uiteindelijk heeft geleid tot een actie. En we hebben toen geëist dat we graag een gesprek zouden willen hebben met de president. Omdat gesprekken met ministers tot dat moment nergens toe heeft geleid. En ja, vandaag hebben we gezeten met de president. En wat zaken met elkaar besproken. De pijnpunten.
En op zijn beurt heeft hij dus wat besluiten genomen en directieven gegeven aan bijvoorbeeld de minister. Wat we nu hebben besproken is dat we gaan kijken hoe de financiële uitkering voor mensen met een beperking verhoogd kan worden. De president is voorstander van dat een verhoging komt, omdat het hier gaat om een speciale doelgroep. Maar we gaan dus dit nu allemaal verder bespreken in een cluster meeting met verschillende ministeries, sociale zaken, minister van Financiën en waarschijnlijk komt er nog wat andere mensen bij. En dan gaan we samen uitzoeken wat het uiteindelijk zou moeten worden. Uiteraard gaat men waarschijnlijk ook kijken van wat kan de regering allemaal nog dragen om een goede verhoging te geven aan de aan de mensen met een beperking. En uiteraard, de bedoeling is dat we verder gaan praten met andere ministeries waarschijnlijk ook, om te praten over dus de verschillende andere pijnpunten die er zijn, zoals transport, problematiek, huisvesting, daar is er ook over gesproken. De president heeft aangegeven dat de komende bouwprojecten die er zijn, dat tenminste 10% daarvan geallockeerd wordt voor mensen met een beperking. De mogelijkheid zal ook bekeken worden ten aanzien van het financieren van woningen, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, hoe dat zou kunnen gaan geschieden. Maar dat zijn afspraken die allemaal nog gemaakt moeten worden, de zaken moeten nog vrij uitgewerkt worden. Maar dat zal allemaal nogmaals in een cluster meeting gaan gebeuren in de komende periode. En de president heeft uitdrukkelijk gevraagd aan de minister van kan dat binnen een week gebeuren? En de bedoeling is dat het komende week donderdag dat we met het team gaan zitten en kijken van hoe verder. En het moet in een tijdlijn plaatsvinden, zegt de president ook. Want hij wil zien hoe zaken zich vorderen. En waar zaken vastzitten, wilt hij dan gewoon bijkomen om dat los te trekken. Het is namelijk zo dat wij als organisatie zelfvoorzienend willen zijn. We hebben een businessplan. We willen in de landbouw gaan, biologisch landbouw doen. En we hebben daarvoor grond nodig. Financiering is waarschijnlijk niet eens een probleem. Het probleem is grond. En de president heeft wat opties gegeven aan ons. En wij gaan dus daarna kijken van welke opties wij gebruik kunnen maken. We hebben dus ook nu een aanspreekpunt, zodat we dat misschien verder kunnen gaan versnellen. Waardoor we ook aan grond kunnen komen, zodat we kunnen gaan starten met onze business. Tegenwoordig moet je zeggen, eerst zien dan geloven, toch? Maar laten we hopen dat dit goed van de grond komt. Laat me zo zeggen, laat mij hopen dat het goed van de grond komt. En de president heeft ook gezegd, als dat ding niet loopt, ben ik beschikbaar, minister. De president heeft wel gezegd, het is inderdaad hinderlijk, irritant. Als bijvoorbeeld de zaken niet op tijd overgemaakt moeten worden. En hij heeft dus gevraagd dat de minister van Sociale Zaken, dat de Centrale Bank, dat Financiën, dat Postsparbank bij elkaar komen met een occasie. En dan gaan we samen kijken waar is het probleem, waar ligt het probleem dat dat ding laat uitbetaald wordt. Want het kan niet. Het gaat om mensen met een beperking. De mensen hebben dat geld nodig en dan kan je de mensen niet uitbetalen. Dus de president heeft zeker een aantal zaken hier gevraagd aan de minister om uit te gaan voeren, maar ook aan de andere mensen die hier aan tafel zaten. De opmerking van de president is zeker terecht. Er moet anders gekeken worden naar de doelgroep. En ze moeten sowieso iets meer gaan krijgen dan wat ze nu krijgen. Het Korps Douane Suriname organiseerde voor de eerste keer de Internationale Douaneweek voor de ABC-eilanden. Deze duurde van 23 tot en met 26 januari, waarbij een tal van activiteiten werden ontplooid.
In verband met de Internationale Douanedag op 26 januari zijn vandaag op de Schulz-Sedney-haven de vlaggen gehezen van Suriname en de deelnemende landen. Hierna volgde er een ceremoniële parade op het Onafhankelijkheidsplein en een dankdienst in de kathedrale basiliek van Sint Petrus en Paulus. Kijkt u mee. Dienst die valt onder het ministerie van Financiën en Planning. Dus ik heb daar dagelijks mee te maken. De president was uitgenodigd voor deze activiteit en die had gevraagd: minister, wil je dat alsjeblieft voor me doen? Natuurlijk, met veel genoegen heb ik de felicitaties overgebracht. Er zijn twee zaken die hier heel duidelijk in het oog springen. Eén is de Internationale Dag van de Douane vandaag, 26 januari, waarbij gasten aanwezig zijn uit Curaçao, Aruba, Bonaire en met de Surinaamse douanedienst. Die hebben vanmorgen gedefileerd en we hebben vandaag een plechtige dienst in de kathedrale basiliek gehad met wat toespraken. En van die dienst hebben we gebruik gemaakt om de waarnemende positie van het hoofd van de douane, mevrouw Sharda Girwer, en de waarnemende positie van de directeur der belastingen, mevrouw Marita Wijnenman, om die definitief te maken en hun rechtspositie te regelen, zodat ze met meer gezag en met meer power hun functie kunnen uitoefenen als hoofddouane en als directeur belastingen. En het tweede is dat dit jaar de Surinaamse douanedienst 160 jaar bestaat. En dat is ook de gelegenheid om de douanedienst te feliciteren. Dank te zeggen voor alle mensen die voorgegaan zijn. Dank te zeggen voor wat ze voor land en volk gedaan hebben. En ook deze dienst van de douane dank te zeggen. De douane is er niet alleen voor geld en voor bescherming van de grenzen. De douane is werkelijk een van de fundamenten van de rechtsstaat, van een goede, geordende, gereguleerde samenleving. Dat is iets wat in alle toespraken van morgen heeft doorgeklonken en ik ben daar blij om. Mevrouw Wijnerman, u bent nu officieel directeur van Belastingen. Hoe voelt u zich daarbij? Nou, ik moet zeggen dankbaar, want het is dankbaar werk. Prettig. Aan de ene kant voel ik me ook geroepen om dit werk te doen. Ik doe het al jaren. Dus er zal niet veel veranderen. Het enige wat ik zeg is dat wij gezamenlijk het werk gaan doen. Ik ben wel benoemd, maar uiteindelijk is het gezamenlijk werk. We hebben het net gehoord, verbondenheid. En als je dat niet hebt, dan realiseer je ook niet. Het is heel uitdagend. Altijd een uitdagend beroep geweest. Dat zal het ook blijven. Maar zolang wij de tools hebben, wij elkaar kunnen gebruiken, we elkaar kunnen respecteren, dan lukt het wel. Het is een heel belangrijk beroep. Een heel belangrijke functie ook, moet ik zeggen. Cruciaal binnen het geheel. We kijken naar de inkomsten van de staat. Je moet verbeteren, er zijn nieuwe dingen, er zijn ontwikkelingen. Je moet meegaan met de hervormingen. We staan bij de Belastingdienst op het punt om te hervormen. Dus dat is wel een grote uitdaging. Dat gaan we dus ook gezamenlijk. Als ik praat over hervorming, dan praat ik over de totale dienst. Directe belasting, indirecte belasting. Indirecte belasting is de douane. En ik denk dat het nu het momentum is om de dienst te reorganiseren. En te gaan naar modernisatie. Te gaan naar effectief, efficiënte processen hanteren. Om de dienst ook op zo'n manier op een bepaalde hoogte te krijgen. Ik voel me natuurlijk vereerd. Ik was heel erg trots vanmorgen om de korpsen zo te zien in een uniform. Het is een gedisciplineerd korps, geordend. Dus ik voelde me vereerd. Eén en twee, we staan vandaag ook stil bij de uitdagingen van het werk. Niet alleen de uitdagingen, maar uiteindelijk ook de rol van de douane binnen het geheel. Het is een hele cruciale rol. Dat de douane moet zorgen voor de inkomsten. Maar daarnaast staan ze ook daar bij de grens om voor de veiligheid. Ze hebben te maken met nieuwe dingen, grensoverschrijdende criminaliteit. Ze moeten eigenlijk aware zijn van wat
afkomt vanuit de buitenwereld. Er zijn uitdagingen als het gaat om het bedrijfsleven. Er zijn uitdagingen als het gaat om de maatschappij. De nieuwe dingen die komen en daarvoor moeten ze ready zijn. Ten eerste gefeliciteerd aan de bevolking van Suriname voor alle ambtenaren werkzaam bij de douane en ook van de andere eilanden. Het is voor mij een eer om hier aanwezig te zijn. Namens de regering van Curaçao wil ik iedereen feliciteren. En zeker in mijn toespraak heb ik de nadruk gelegd op samenwerking, want het is iets waar ik in geloof. Want samen ben je sterker. En je bent sterker voor heel veel dingen. Je kan veel meer bereiken. Het is niet zo dat het moet gaan. Heb ik altijd vanaf mijn begin van mijn intrede dat de regering me vroeg om te helpen. Het gaat niet om scoren. Het gaat niet om persoonlijk van ieder dienst. Het gaat om samen moeten wij datgene wat we voorop stellen en wat onze taken vallen om ons land te dienen. En als je het samen bent, dan merk je dat je makkelijker je doelen kan bereiken. En het was voor mij, toen ik zag bij de Internationale Douanedag op Bonaire de wens, zoals de bonden er naar voren hadden gebracht, dat ze graag wilden dat de Suriname, de Internationale Dag, ook hier in Suriname wensen te vieren, heb ik samen met... moet ik mevrouw Zuiverlum bij de consulaat van Curaçao en samen met de minister van Financiën, meneer Xavier Silvania, kreeg ik alle medewerking en ze hebben hun best gedaan en samen met de andere collega's die nu niet aanwezig zijn van Suriname, zodat dit wel vandaag mogelijk is geworden. En ik ben blij, ik ben er trots op en dat wij nu zometeen hebben we een vergadering, dan gaan we kijken wat kunnen we voor elkaar betekenen in het kader van opleidingen, trainingen, exchange of information, wat is de basis om dat te kunnen doen, zal ik ze ook allemaal mijn mening erover geven, want je moet natuurlijk voor informatieuitwisseling moet je ook gaan werken naar een douaneverdrag. En dat zal ik ook meenemen met onze minister. En ik denk dat de gemeenschap van Suriname kunnen rekenen dat voor wat betreft de douane Curaçao meer zichtbaar ook hier zal zijn samen, want we gaan veel meer dingen doen samen. Alle complimenten aan de douaneorganisatie Suriname voor de gastvrije ontvangst. De commissie heeft er hard aan gewerkt. En het is mooi om te zien hoe hier in Paramaribo en in Suriname met alle collega's zeg maar, samen te komen van de Caribische regio, Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname. We hadden tal van activiteiten, we hebben inzicht gekregen in het werk. We konden mingelen, zoals jullie dat zeggen. Elkaar leren kennen, netwerken. En dat helpt ons dadelijk ook gewoon weer om elkaar beter te vinden als we ons werk moeten uitoefenen. Dus ik heb een hele positieve indruk. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.